We staan vandaag aan een winderige plas bij de Kraai in Kuik in Katwijk. Want binnenkort gaat hier iets heel leuks gebeuren. Iets bijzonders ook wel, vind ik. Ik heb twee dames bij me. En deze dames die zitten allebei op een mallet. Jullie mogen je eerst even voorstellen. Mijn naam is Joyce Jansen. Ik ben docent dienstverlening en product op Mallet College in Kuik. En elk jaar moeten de leerlingen een evenement organiseren voor een goed doel. En dit jaar... Dat gaat dit jaar ook weer gebeuren, hè? Dit jaar gaat het ook weer gebeuren, ja. Ja. Dan gaan we zo verder. Ja. Stel jij even voor. Hallo, ik ben Daphne Overdijk. Ik ben leerling op Mallet College. Ik doe keuze zorg en welzijn. Dus mevrouw Jans is mijn docent. En ik ben degene die heeft gekozen voor het goede doel dit jaar. En het goede doel moeten de leerlingen dan ook zelf kiezen. Dus ze beginnen met zich verdiepen in allemaal goede doelen. Dan moeten ze een goed doel kiezen wat echt dicht bij hun hart ligt. Waar ze echt passie voor hebben. En daar gaan ze een presentatie over geven. En dan wordt er een goed doel gekozen. En voor dat goede doel wordt dan de actie opgezet. En dit jaar is het goede doel wat Daphne heeft uitgezocht. Ja. Kan je iets vertellen over het doel wat je hebt? Hoe heet het? Laten we daar eens mee beginnen. Het doel heet Stichting Mind. Dus... Stichting Mind? Gedachtes, hersenen? Ja, het is een stichting die hulp biedt en acties maakt voor mensen met psychische problemen. Oké, die heb jij uitgezocht. Ja. Er waren natuurlijk heel veel onderwerpen, neem ik aan. Want met een klas kan je heel wat onderwerpen vinden natuurlijk. Ja. Waarom is het deze geworden? Ik heb voor dit goede doel die presentatie gedaan. Omdat ik Stichting Mind een heel belangrijk doel vind. Omdat ik vind dat er niet genoeg gedaan wordt voor psychische problemen. En aangezien ik zelf veel ervaring heb met psychische problemen en ik zelf weet hoe het allemaal een beetje verloopt, vond ik dit juist een goed doel. Omdat er ook heel veel taboe is rond psychische problemen. Dus. Ja, hebben we het dan over psychische problemen bij volwassenen, bij kinderen, bij jongeren, bepaalde doelgroep? Ja, Stichting Mind focust zich een beetje op alles, maar het focust het meeste op jongeren en ja, jouw doelgroep dus in dit geval. Ja. Je zegt van, goh, ik heb zelf ervaring ermee. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Wil je daar iets over kwijt? Je hebt zelf psychische problemen? Ja, ik vorig jaar heb ik daar nog heel veel last van gehad. Ik heb voorbeelden van psychische problemen die ik heb gehad zijn... ik heb ADD, ik heb lange tijd last gehad van depressie. En faalangst, daar heb ik nog steeds last van. Maar ik doe mijn best om gewoon er niet echt veel op te letten of zo. Ja, ik weet niet hoe ik dat anders moet zeggen. En ik heb misofonie. Dus... Dan ga ik meteen even vragen. Wat is misofonie? Zie je? Ik kan het niet eens uitspreken. Wat is dat? Misofonie is een soort van aandoening... waarbij je niet goed tegen bepaalde geluiden kan. Sommige mensen worden heel erg boos. En ik word bijvoorbeeld dan heel erg emotioneel. En voorbeelden van triggergeluiden zijn eetgeluiden. Of klikken van een pen. Of iemand die aan het tikken is of zo. Dus. Ja, en met die dingen bij elkaar. En depressie, faalangst en de misofonie. Misofonie. Dat is wel heel heftig alles bij elkaar, hè? Ja, dus ik heb het wel een hele lange tijd heel zwaar gehad. En maar... Gelukkig kun je er nu over vertellen. Maar je weet dus uit eigen ervaring dat het lastig is om hulp te krijgen. Ja. En de Stichting Mind, die kan daarbij helpen. Ja, het geeft. Stichting Mind probeert het taboe rondom psychische problemen een beetje weg te halen. Ja, en, dat is ook een punt. Het taboe eromheen gewoon. Ja, dus ik heb heel vaak gehad dat tegen me gezegd werd dat ik me niet moet aanstellen of dat het niks is en dat ik het gewoon moet negeren en zo. En,
Ja, en ja, daar ben je natuurlijk niet echt mee geholpen met zo'n antwoord. Nee. Nee. Kan de school hier iets in betekenen? In nou ja, problemen bij jongeren? Ja, uiteraard. We hebben natuurlijk een zorgteam wat er meteen op wat induikt. En nou, voor de misofonie krijgt ze natuurlijk extra tijd voor bij toetsen. Ze krijgt machte oortjes bijvoorbeeld in met muziek. Dus er zijn wel verschillende oplossingen inderdaad voor. Ja. En daarom vond ik het ook zo knap van Daphne dat zij dit durfde te delen met de klas. En deze presentatie gaf en echt zichzelf helemaal bloot gaf in de klas. Dat zij, we waren natuurlijk allemaal hartstikke trots op haar dat zij dit durfde te vertellen. En vooral met haar verleden natuurlijk. Toen ze bij ons binnenkwam was ze nog wel goed verlegen. En ja, had ze dit niet gedurfd. En daarom ben ik zo trots op haar dat ze gewoon gezegd heeft. En eigenlijk juist taboes doorbroken heeft al in de klas. Want iedereen kan er nu wel over of probeert erover te praten. Dus ja. Dat is echt super knap, vinden wij allemaal. Ze zijn heel trots op haar. Nou, ja. Dat is zeker. Zeker als ik hoor dat je met faalangst hebt en dan gewoon hier voor de camera staat. Super hoor. Ja. Nou, en dan nu de actie. Ja, de actie. Die dit jaar georganiseerd wordt door jouw klas dus. Ja. Oké, wie kan er iets over vertellen? Zal ik er iets over vertellen? Ja, doe maar. Nou, wij, normaal gesproken dus de beautymarkt, waarbij we op school veel mensen ontvangen en beautybehandelingen geven voor een klein bedrag. Nou, daar konden ze natuurlijk allemaal niet, dus we zaten te denken van, wat nu? Nou, en in Daphne's presentatie kwam een heel mooi filmpje naar voren van Stichting Mind. En daar organiseren zij elk jaar een Last Man Standing. En dat is een evenement waarbij honderden paaltjes in het water staan. Er staan mensen op palen. 6 uur lang maximaal. En daarbij vragen ze aandacht voor psychische problemen. Als je zelf psychische problemen hebt, dan kun je ook niet weglopen. Dan sta je, dus dat symboliseert eigenlijk dat effect. Dus dat je echt gewoon bij jezelf bent en je na moet denken. En ik zag dat filmpje tijdens haar presentatie en toen dacht ik, zoiets zou leuk zijn. Ja. Dus ik heb eens gepeld in de klas wat ze daarvan vonden. En ik dacht meteen aan deze locatie. En zo is het eigenlijk gekomen dat we onze mini last man standing gaan houden. Dus maximaal 2 uur, want het is natuurlijk 6 uur is wel heel lang. Dus maximaal 2 uur gaan wij op deze paaltjes staan, binnenkort. En vragen we op die manier aandacht voor Stichting Mind en voor mensen met psychische problemen. Ja, bij Stichting Mind deed het in het water. Ja. Dat gaan jullie niet doen. In juli. Nee, dat is ook in juli. Dat evenement is volgens mij op 3 juli. En daar zamelen wij ook geld voor in. Dus wij zijn nu bezig met een donatieactie. En zamelen dus geld in voor de grote last man standing. En daarbij, dat is in juli. En dat is, dat is nu nog te koud. En dan moet je natuurlijk ook echt organisatorisch veel meer werk in stoppen. Want dan moeten er paaltjes in het water staan. En ja, dus dit is een mooi alternatief. Het gaat om het idee. Dus, Want daarom staan wij nu hier bij de kraai, zoals we dat noemen. Hier aan het parkeerterrein staan altijd prachtige paaltjes al. Hè? Zodat de auto's het water niet in gaan. Maar daar gaan jullie dus nu gebruik van maken. Ja. En natuurlijk, jullie hopen op donaties daarvoor. Hè? Ja. Want je gaat natuurlijk niet voor niks voor paal staan. Hè? Nee, precies. Nee. waar kunnen mensen meer informatie krijgen hierover, over Stichting Mind? Op onze website www.moletcollege.nl, daar staat direct bij, als je op de website komt, een link naar onze actie. Dus daar hoef je maar op te klikken. Dan kun je doorklikken naar de donatiepagina en daar kun je doneren voor onze actie. Ja, hebben jullie een streefbedrag? Ja, we hebben extra hoog ingezet, want we moeten toch een doel hebben wat... dus ons streefbedrag is €5.000. En we zitten al op 1200 ongeveer, hè, zijn we gisteren gepasseerd. Dus gaat dus goed. Maar we willen. Natuurlijk. Ja, het begin is er, maar we willen natuurlijk nog veel meer donaties binnenkrijgen. Dus, zeker. Ja. En jullie zeggen in juni dan doet Stichting Mind deze actie zelf. Gaat jij, Daphne of iemand van jullie daar naartoe om dan het geld op te overhandigen nog? Nou, de actie loopt. Ja, de actie loopt via een website. Dus dat gaat eigenlijk automatisch wordt dat daar naartoe. Doorgesluist, zeg maar. Dus het komt ook niet in onze handen. Het is ook echt direct wordt het op die grote hoop gegooid. Dus we hoeven niet letterlijk met een cheque er naartoe. Maar we gaan wel een mooie cheque uitschrijven. En de Sabine van Stichting Mind, die al bij ons is geweest, gaan we die cheque naderhand overhandigen. Dus hopen dat het bedrag zo groot mogelijk is. Ja.
Nou, in deze tijd van corona kunnen we natuurlijk niet met z'n allen komen kijken, want nee, dat mag niet. Gelukkig staan de pauzes wel op 1,5 meter. Precies, ja. Maar iedereen kan wel gewoon vanaf nu geld storten, ja, dat sowieso. Toneren kan sowieso, ja. Ja. Okay. Dus heel graag. Ja, nou, ik wens jullie gigantisch veel succes met deze prachtige actie. En Daphne, dankjewel. Super trots zijn op jezelf. Ja, zeker weten. Dank jullie wel. Oké. Okay.